sfeer is top. Hè. We hebben een beetje een bewolkt weertje. Misschien een voorbode naar wat regen die er op de kwalificaties voor morgen komt. Er is goede muziek, gezellige mensen. Dus perfecte voorbereiding naar de 24 uur. Met de zenuwen zit eigenlijk alles goed. We hebben heel relaxed naar deze 24 uur toegeleefd. Veel beter voorbereid, waarvoor dank aan de technische staf van het team. Dit is het evenement van het jaar. De 24 uur van Zolder is een van de mooiste oudsportevenementen in België. Het trekt veel publiek, dus het staat ook veel druk op het hele team. Maar desalniettemin maken we er een mooi feestje van en kijken we er zeer naar uit. Een 24 uur wedstrijd gaat je op een rekening houden met het materiaal natuurlijk. Gaat minder risico nemen, gaat ook geen curbs nemen en dergelijke. Wat je tijdens, normaal gezien mag het ook niet, maar wat je tijdens een gewone Belkaar-wedstrijd wel soms doet om toch het verschil te maken in podiumplaatsen. 24 uur is natuurlijk ten eerste mechanisch ongelooflijk zwaar. Alle materialen moeten dat kunnen uithouden, wat niet altijd het geval is. Er zijn heel veel teams die, ja, die gewoon pech hebben dat dat kapot. Dat je uiteindelijk het materiaal toch niet kan uithouden. Je moet uit de problemen blijven, dat is gewoon cruciaal. Twee, je moet altijd gefocust zijn, dat is toch ook primordiaal. En ten derde, ik denk dat je het niet te serieus moet nemen, ook al is dat wel effectief nodig om tot een goed resultaat te komen. Maar je hangt van zoveel facetten af, de mensen op de baan, rond de baan, stewards, mensen van de koersdirectie. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, wij nemen daarin de onze. En dan is het gewoon hopen dat het muntje de goede kant opvalt. Het is heel hard voor mechaniek, remmen en zeker ook voor de piloot. Je hebt weinig ademruimtes, dus constant optrekken, afremmen en schakelbewegingen. Maar dan mag het dat het een uitdagend circuit is. De start op zaterdagmiddag is heel speciaal. De gridwolken, de complete sfeer er rondomheen, richting de nacht, in de nacht, de ochtend. Ja, een hele sfeer waar je in meegaat, je krijgt enorm adrenaline. Iedereen leeft er zeer in mee en je wordt gegrepen door het 24 uur virus hier op Zolder. De tactiek is dat we rustig aan gaan starten met Ronald Teampont, dat we daar ergens een veilige positie kijken en dan eigenlijk uur per uur gaan kijken. De bedoeling is dat na 4:30 dat we Mike Barton in de wagen gaan zetten om dan zeker die eerste tussenstand eigenlijk veilig te kunnen stellen. En dan moeten we kijken of dat nog according to plan is. Het draait echt als een klok. Mooie rondetijden, 1.46, 1.45. En we zijn weer helemaal bij. We zitten nu goed in de wedstrijd. We rijden om plek 1-2, liggen op koers. En we gaan hopelijk na 12 uur in de wedstrijd weer goede punten pakken voor het kampioenschap. Alles liep vlot, alles liep goed op rolletjes. We waren op weg om terug naar de eerste positie binnen de klasse te gaan. We hebben uiteindelijk de call gemaakt om rond een uur of vier tijdens de safety car om de uitlaatcollector te vervangen naar de reservecollector, de standaardcollector van vorig jaar. Dit is een 24 uur wedstrijd, eerste ambitie is gewoon uitrijden en dan met punt. Winnen is altijd mooi meegenomen, maar wat er nog bij komt, dat wordt nog redelijk moeilijk op dit punt. Maar als we uitrijden, dan ben ik al heel tevreden. De wagen heeft bewezen dat er potentieel
er echt is uit aan het komen. Hele mooie rondetijden, heel stabiel. Alles leek echt top bij de aanvang van de wedstrijd. Net voor halverwege de wedstrijd een technisch defect. Heeft de wagen een drie kwartier moeten binnenstaan. Ja, na het defect zijn we er volop ingevlogen. En hebben er alles aan gedaan om zo hoog mogelijk te eindigen. En zo hoog mogelijk is nu de vierde plaats gebleken.